Oké, hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe Legendary Survival aflevering. Ik ben er weer eens. We gaan voor deze aflevering, aflevering 74, heel mooi aantal. Tijdens deze aflevering gaan we weer eens een hele leuke map in. Ik pak mijn zwaard bij voor het geval dat er een zombie of zo gespawnd is. De pumpkins. Pumpkins zijn allemaal op papijn houden, holy shit. Nou, ik zie alweer iets. Nou, dat is een heel klein beetje lag, maar dat maakt niet zoveel uit. Oké, dat is allemaal voor pakken. Oh, kom aan. Weet je wat, die farm die leg ik zo meteen wel aan. Waarom? Ah. Daarom lijkt het ook een beetje. Mooi. Oké, naar boven. Wij gaan onze opdracht doen. Wij gaan de laatste maps uitspelen. We gaan diamond blocks verzamelen. We gaan ervoor zorgen dat Helen helemaal verslagen wordt. We gaan het gewoon doen. Oh, klein legpijk. Let's go! Oké. Oh. Nou. De map. Eerst even hier slapen. Dit is, ik weet niet welke map. Stond als goed, staat wel ergens. Welcome to the Climb 7. This is a Parker map. Da, you say. Your goal, reach heaven. Okay. This map may be played with more than one person if you so wish. Try to hit the water if you fall. You may only use time and player TP comments only. Play on peaceful, no blazing or destroying blocks. Play on peaceful, right? And have fun. No, hooray. Zoals jullie weten, moeten we dus gaan voor de hemel. Voor wolken uiteindelijk. Aan wolken heb ik zo'n hekel. Dammit. Nu zij al try to fall in the water. Dus het kan gewoon in het water vallen. Nou, eerst gedeelte ging al fout. Oh, gingen we weer. Thanks, weather to save. Ik heb de chat van de stream ook al openstaan, want ze hebben vandaag weer een nieuwe stream. Ik heb de chat deze keer al openstaan. Het is namelijk zo, de vorige keer kon ik hem niet open krijgen. Toen kon ik er... Maar Google Plus, die kon, er kon helemaal niks mee. En nu probeer ik het via Internet Explorer voor het eerst in tijden. Probeer ik die weer eens uit. En de stream, de chat werkt gewoon wel daarmee. Dus dat vind ik een beetje irritant. Je moet per se een programma gebruiken wat ik echt nooit gebruik. En holy shit. Hoe ver gaat deze map uiteindelijk nog? Oh nee. Deze gaat fucking lang duren en... Oh nee ja. Ik ga zo hard deze map haten. Serieus. En nu loop ik nog eens helemaal omhoog. Nee. Nee. Misschien ga ik wel even hard haten als ik Dark Souls haat. Tenminste, ga haten. Want ik, Rick die zegt het, maar dat spel ga je haten. Nou, ik heb het spel. Ik haat het nog niet. Eveneens, ik probeer het ook niet echt heel erg vaak, dus. Nee. Serieus, sprong ik nou niet? Goddammit. Heb je trouwens tussendoor wel checkpoints of zo? Hier. Ah, ik denk wel, ja, dat is wel goed. Zit dat dan een checkpoint? Je hebt checkpoints. Gelukkig. Of spawn reset points of zo, ik weet niet.
Als het goed is, was het ook iets met common block shit in. Maar ik weet niet 100% zeker. En nu moet het gewoon omhoog doen. Yes! Alright! Good, you're done with the easy third Parker. Time for the normal mode, Wood Parker. Oh yeah. This oh wow. Warning, bad joke ahead. What did the enemy say to Steve? Nothing, he just stared. Well, haha. Very funny. Heel grappig dus. Wij gaan gewoon door. Nee! Damn it. Nou, well, we've just got a checkpoint. Maar wacht. Wauw. Een kogelhaartje die is te maken waarschijnlijk vergeten. Of die is gewoon uitgekletst dankzij het feit dat ik via SS zit. Via A Legendary Survival, sorry. Holy shit. Die ging ook nog maar net goed af. Holy shit. Oké, okay, yes! Hooray! Over there! Zucht. Slechte grap weer. Die ik wel begrijp, want Tenderman staat altijd. Het is een soort, het is uiteraard een soort Slenderman, zo kan je het noemen. Tijdens de livestream van vandaag. Ik heb deze zometeen al direct renderen trouwens, deze video. Dus je zal de livestream. Die zal gewoon, ja, ik zal misschien deze nog... net voor of net tijdens de livestream uploaden. Shit. Ah, zucht. Dan zal ik deze ook eens tegen Axel zo vertellen. Ligt aan wie er meedoet tijdens de stream. Ik zal zo meteen mijn Skype even checken. Want misschien zal Eline meedoen. Ik weet niet 100% zeker. Ik had gestuurd dat ze mee mocht doen als ze wilde. Dus. Geen bericht op Skype. Dammit! Oh, ik ga 40 frames per second. Dat vind ik wel mooi. Dat vind ik nou echt wel weer leuk aan deze map. Niet zoals de SS map dat je ineens... Oh shit. Frame drop. 10 frames per second. Toch hetzelfde als bij de SS map. Shit. In afval deze map is wel heel erg geweldig. Ik moet het toegeven. Deze is echt geweldig. Je moet echt... helemaal naar, naar de hemel toe gaan. Dus ja, het is gewoon jumpen, klimmen, dammit. Proberen niet te vallen, zoals ik net wel deed. Oh shit, maar dat... Vandaag, wat gaan we eigenlijk vandaag doen tijdens de livestream? Het is dag 2 vandaag. Oh. Gisteren hebben we van ongeveer 7 tot 12 gedaan. Vandaag ongeveer 12 tot 12. Dat ben ik wel van plan. Dus extra lang. 12 uur. Misschien nog met een gedeelte van Axel ertussen. Dat hij nog eventjes gaat livestreamen. Maar de rest van de tijd ben ik het gewoon. En dan kan het zijn dat ik het met weet ik voor wie doe. Nou... waarom? Ah, van dat blokje natuurlijk. Zucht. Als je springt lijkt het alsof je net ietsjes hoger komt als je rent tijdens een sprong. Nou! Ik had ineens lag spike. Zucht. Ik kan wel alvast zeggen, dit is een hele leuke map. Dat moet ik echt... ik moet het wel toegeven... het is leuk bedacht, het is vooral de zijkanten.
Want je wilt ook een soort crossover app. Zoals daar, dan ga je er heel eventjes onderdoor en dan ga je er naar boven. Dat vind ik ook vooral heel erg mooi. Dat hebben ze echt heel erg goed bedacht. Tenminste, ik noem het een crossover, maar waarschijnlijk heet het weer niet zo. Ik denk dat de jump map makers die allemaal van die jump maps maken met dit onder andere erin, dat die wel de officiële naam weten. Daar ben ik wel van overtuigd. Niet dat iedereen het misschien weet, maar een aantal. God damn it! Ik dacht, ik spring twee keer achter elkaar. Nee, ik spring één keer en daarna donder ik er vanaf. Huh, zucht. Slechte grap. Wat zijn de enemen tegen Thief? Niets. Hij was alleen maar aan het staren. He was just staring at him. Oh, ik denk dat het nu alweer aan de open eind moet gaan eindigen. Het is lang genoeg geweest voor vandaag. Voor deze ene aflevering. Ik moet hem echt zo snel mogelijk renderen. Daarna ga ik nog een aflevering waarschijnlijk opnemen. Na het renderen. Deze mogen wel eventjes een paar dagen achter elkaar blijven komen. We hebben namelijk voor A Legendary Survival maar tot 3 juli de tijd. Dus, en het is nu 7 juli, dus, nee 7 juni, we komen echt heel erg dicht in de buurt, we hebben nog ongeveer 27 of 26 dagen. En we gaan gewoon een heel groot deel van die dagen gaan we onder andere A Legendary Survival uploaden. En de serie die daarna komt, die start ongeveer een week daarna, dus we moeten echt, er is nog work in progress ervoor. Want we moeten echt alles ervoor gaan lopen klaarmaken en zo. En met alles bedoel ik natuurlijk een gedeelte van de map moeten we nog aanpassen. Nu spring ik er zelf naast. Fijn. We gaan het nog één keer proberen. En als we dan afvallen, dan zien jullie mij in de volgende aflevering bij de volgende checkpoint. Dus ik hoop in afval dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie ook een beetje het plot van The Legendary Survival begrijpen. En dat jullie ook begrijpen dat er een soort verhaallijn eigenlijk achter zit. Niet echt. Dus het blijkt het, maar dat er een soort verhaallijn achter zit. Sommige mensen zeggen dat het er ook echt inderdaad achter zit. Sommige mensen zeggen van niet. Ik kan het niet zeggen. Want ik weet het natuurlijk wel, maar. Dan verraad ik weer te veel. En holy shit, we komen nu verder dan eerst. Oh, moet ik. Oh, daar. Oh yeah, volgende checkpoint. Kijk, dus je hebt eigenlijk hier altijd die checkpoint zitten. Oké, nice. Ja, en nu? Oh, wacht, ik zie hem al. Nou, ik dacht dat er iets zou gaan gebeuren, maar blijkbaar niet. Nou, beste kijkers, tot de volgende keer. En ja, dan sta ik gewoon weer bij de checkpoint tijdens de volgende aflevering aan het begin. Dus, beste kijkers, tot de volgende keer.